Geert Hoste is al een tijdje ermee gestopt, Michael van Peel intussen ook, maar Isegemnaar Karel de Klerk, die maakt na 29 jaar nog altijd een komisch jaaroverzicht. Dat kreeg dit jaar de titel België scheef bekeken en vanmiddag brengt hij dat in Bonheiden. Karel, goedemorgen. Goedemorgen, Filip. Jouw komisch jaaroverzicht doe je al sinds 1991, raak je dat nooit beu? Ja, dat is al mijn 29ste komisch jaaroverzicht. Ja, Geert Hoste en zo, die zijn al lang gestopt, maar jij blijft volharden in de boosheid, zeg maar. Ik denk dat ik de eerste was, of samen met Geert, de eerste die eraan begonnen is, en ik houd het vol. Ja, inderdaad. En volgend jaar... Ik ben misschien wel iets minder bekend, maar het heeft ook het voordeel dat je kunt verrassen. Ja, ja, ja. En volgend jaar, de 30ste editie, wordt dat iets bijzonder? Dat wordt bijzonder. We gaan dan een flashback maken, denk ik, naar een aantal hoogtepunten uit de voorbije jaren. Een van de hoogtepunten was bijvoorbeeld het duet tussen Wilfried Martens en Mitch Smet. Dat was schitterend. Maar ook parodie van Guy Verhofstadt als premier. Ja, er zit toch wel een aantal hoogtepunten die we kunnen te buiten brengen. Ja, maar dat is voor volgend jaar. Nu nog de 29ste editie. En je gaat nog tot in maart doorzeker met dat jaaroverzicht. Ja, 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 ja. Ja. En voor de rest van het jaar volgen we de actualiteit en maken we geleidelijk een jaaroverzicht, omdat we telkens dingen van het laatste jaar overhouden. Oké. Okay, dus... Ik maak tijdens het jaar al nummers en die verwerk ik geleidelijk in mijn programma en zo zijn ze al ingespeeld. Bijvoorbeeld, ik heb een nummer gemaakt en dat heet Trofeeënkast. We doen het niet zo schitterend politiek gezien, nee, de regering, maar in schril contrast daarbij staat de prestatie van onze sporters, de Rode Duivens. En dat is een lied daarover, het heet Trofeeënkast. Ja. Op melodie van Marco Borsato trouwens. Ja. Heb je al iets gedaan met de nieuwe dochter van onze koning Albert? Ah ja, natuurlijk, want Philippe geeft een tweetalige kerstrede die al elk jaar een format is, zodat ik vertaal live wat er op de televisie wordt gezegd. De tv spreekt Nederlands, ik vertaal live in het Frans. De strijd, la lutte, de taalstrijd, la babelute. Mijn pa heeft boel gemaakt, il a fait un boel. Oké, okay, voilà. En zo blijf je actueel natuurlijk. Ja, inderdaad. En wat hebben we dan nog? Ja, bijvoorbeeld dat klimaatproblemen, klimaatspijpelaars. En dan komt er een duet tussen, laten we zeggen, de donkerblauwen en de donkergroenen. Ik laat het publiek daarin meezingen ook. Het is nogal interactief ook tegenover het publiek. Als mensen jou willen bezig zien, dan kan dat vandaag om 14:30 in het ontmoetingscentrum Sint Maartensberg in Bonheiden. En voor de rest moeten ze maar even kijken waar jij nog allemaal optreedt, hè? Ja, onze speellijst www.kareldeklerk.com. Voilà. En welkom alleszins. En hoe lang ga je dat nog doen, Karel? Ik blijf verder doen. Het is het mooiste beroep dat er is ter wereld. En ik denk dat het ook wat therapeutisch is. In alle problemen hebben de mensen de zin om eens de problemen weg te lachen. Voilà. En humoristen zeggen, ze zijn de beste psychiaters. Lachen is gezond en dat gaan we vandaag en de komende weken nog eens bewijzen met jouw voorstelling België scheef bekeken. Dankjewel, Karel de Klerk, en veel plezier nog. Dankjewel, Filip. Weekendwekker met Filip.